Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030. Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem, zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat. Jij en ik, de burgers, betalen de prijs financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu. Volgende week zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Echter, steeds meer mensen stemmen niet en haken af. Hoe kan dat? 30% van de oceaan moet voor 2030 beschermd gebied zijn, aldus de VN. Maar wat betekent dit voor de natuur en de visserij? En de documentaire Stik, Stof tot Nadenken, gaat vanavond in première. En wij praten met één van de betrokkenen. Het is vandaag vrijdag 10 maart. Mijn naam is Senna en je kijkt naar Blackbox Today. Goedenavond, heel fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Blackbox Today. En een warm welkom voor de heren hier aan tafel. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen even kort met het nieuws van de dag bij jou. Ja, verkiezingskoorts. Veel partijen beloven al een beter klimaat in hun verkiezingsprogramma. Ik kom net van vakantie van Tenerife en ik kan je melden dat ze daar al heel ver zijn met een beter klimaat. Er is het hele jaar door 20 tot 24 graden en een lekker zonnetje. Of partijen daar iets aan kunnen doen, betwijfelen we. Maar nu wordt er in de publieke omroep wordt een soort fitty georganiseerd tussen PvdA en GroenLinks. Alsof zouden die in partijstandpunten uit elkaar staan. Het is inderdaad wel zo. Je hebt als je in Zeeland stemt, dan heb je GroenLinks en PvdA. Die gaan eigenlijk in één fractie. Maar soms dan zitten ze in een standpunt uit elkaar. Maar uiteindelijk denk ik dat het verschil ook niet zo vreselijk groot zal zijn. PvdA is een bestuurderspartij. Die zijn meer communisme in slow motion. Dus die doen iets meer diplomatiek met de rest mee. En GroenLinks is nog traditioneel een beetje een protestpartij. Dus die zal vaker tegen het kappen van bomen zijn. Maar ik vind dat het idee een beetje wordt opgeklopt. Alsof zouden ze apart van elkaar werken. Ja. Meer politiek nieuws straks met Huibrecht. Dankjewel, Riepke. Wat is jouw nieuws van de dag? Nou, Riepke heeft het over verkiezingskoorts. Daar gaat mijn nieuws van de dag ook over. En ja, in dat verband viel mij een spotje op, een verkiezingsspot van de VVD. Ja, laten we even gaan kijken. Het is een online campagne van VVD. Ik zit hier vast. Ik zit hier vast in een live programma. Ja, doe maar, fucker! Doe maar! Wat is dit? Oh, wat is zo jouw eerste reactie als je dit ziet? Ik zie jou al lachen. Ja, dit is Huib zijn thema, polarisatie. Hè? Ja, ik sta ervan te kijken. Dat is een partij die een aantal verkiezingen geleden... of een aantal jaren geleden bij de laatste verkiezingen... zo moet ik het zeggen, nog volop het woord samen bezigde. En dit is wat jij terecht vaststelt. Dit is polariseren puur sang. Hè? Dat is, zij doen dit... En dan worden mensen in beeld gebracht die geëmotioneerd zijn. Ik vind het echt heel kwalijk dat je de emoties van mensen uitbuiten... en verveuren van je eigen boodschap. Ik vind dat zeer ondermaats. Dankjewel. Dan komen we tenslotte bij jou, Erik. Ja, Senna, er is een motie ingediend door Van Omtzigt. Die wil advies. De Kamer wil advies over de geschiktheid van het RIS-model. Zoals we weten is daar natuurlijk ontzettend veel over te doen. Het RIS-model even uitleggen voor de mensen die dat nog niet kennen? Het RIS-model rekent eigenlijk de depositie uit van verschillende sectoren. Het zij boerderijen, het zij verkeer, het zij industrie. En dat is een rekenmodel wat eigenlijk tot die uitkomsten komt. Ja, voor de stikstofdepositie, om dat daarmee te berekenen. Exact, en dat is natuurlijk nu een hartstikke hot item... omdat natuurlijk op basis van dit model, dit rekenmodel, boeren onteigend worden. Ja.
Dus dat is positief. En ik hoop dat daar een onderzoekscommissie komt die ook neutraal daarin is. Wie weet. En meer over het RIS-model, onder andere straks in jouw blog. Maar voordat we verder gaan met deze uitzending, eerst nog even een huishoudelijke mededeling van Flavio Pasquino. Senna, inderdaad. Ik wilde eigenlijk hele leuke dingen vertellen, maar we hebben breaking news. We hebben het er vaak over dat we dat kunnen brengen en vandaag gaan we het brengen. Want vanmiddag om 3:30 was de wekelijkse ministerraad van Mark Rutte onder andere. En die had ook een persconferentie, doet hij altijd. Dat vertelde hij over Groningen. Maar hij had daar ook een heel veel tekst over de coronamaatregelen, want ze zijn afgeschaft. Maar toch zijn ze weer via de achterdeur naar binnen gekomen, want er is overleg geweest met het OMT en het MIT, het Maatschappelijk Impact Team, onder leiding van Jolande Sap. En er zijn regels weer gekomen, of in ieder geval adviezen om weer binnen te blijven. We hebben daar een video van, die gaan we zo meteen laten zien, maar ik wil echt even benadrukken. Ik heb mijn schoenen aan, mijn veters zijn aangetrokken, stevig dichtgeveterd, maar ze vielen bijna uit. Want je moet je voorstellen, we hebben na 3 jaar corona blijkbaar niks geleerd. Er is een maatschappelijk impactteam dat als tegenhanger van het OMT nou juist moet waken dat we de maatschappelijke afwegingen niet vergeten versus de virale zaken. Dus het virus bestrijden, maar dat er ook nog steeds een samenleving is, een economie. En dat gaat weer helemaal op de glijbaan. Er zijn weer adviezen. Laten we even kijken naar wat Mark Rutte te zeggen had. We zien dat de ziektelast van corona inmiddels vergelijkbaar is met die van andere luchtweginfecties, zoals griep. Maar uiteraard blijven wij het verloop van corona ook de komende tijd heel precies en goed volgen. De afgelopen coronajaren hebben ons er weer bewust van gemaakt, en nog bewuster, hoe we de verspreiding van luchtweginfecties en luchtwegvirussen beter met elkaar kunnen bestrijden. En omdat de klachten nu voor de meeste mensen, niet voor alle mensen, voor sommige mensen zijn de klachten nog steeds heel heftig, maar nu de klachten voor de meeste mensen vergelijkbaar zijn met andere luchtweginfecties, willen we de adviezen voor alle luchtweginfecties, zoals bijvoorbeeld griep of verkoudheid, gelijk trekken. Denk daarbij aan thuisblijven bij ziekte, thuiswerken bij lichte klachten en fysiek contact vermijden met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. En ik ga u, nu ik toch live de aandacht heb, de 5 nieuwe adviezen zoals ze nu gelden nog even heel precies voorleggen. 1. Blijf thuis wanneer je ziek bent. Als je klachten hebt die passen bij luchtweginfecties zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus. Dus 1. Blijf dan thuis wanneer je ziek bent. Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken. 3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. En als fysiek contact toch nodig is, zoals bij mantelzorg, draag dan een mond-neusmasker. 4. Hoest en nies in je elleboog en was vaker goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt. En 5. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Ja, Senna, dit is bijna een hallucinante vertoning. Ik dacht eerst eventjes dat het een grap was, dat het een oud fragment was. Maar wij hebben het gecheckt. Het is echt van vandaag. We zijn dus gewoon weer terug bij af, als het in ieder geval aan Mark Rutte ligt. Hij trekt griep, corona en dus ook verkoudheidsvirussen gelijk op basis van een OMT-advies. Alsof die mensen onder een steen hebben gelegen en niets hebben geleerd van wat de afgelopen 3 jaar is gebeurd, met voortschrijdend inzicht. Ik neem aan dat het morgen vol in de kranten staat en dat dit ook hard wordt aangepakt. Want er is heel veel kennis op dit gebied. En ja, eigenlijk ben ik sprakeloos, maar je hoort het, ik heb toch tekst, want we moeten dit gewoon brengen. Vandaar dat ik dit dus heb gebracht hier ter tafel, want ik denk dat een hoop mensen het niet hebben meegekregen, Senna. Maar dan het goede nieuws, want wij zijn natuurlijk keihard aan het werken. Vanavond weer een mooie uitzending, maar om 4 uur vanmiddag hebben wij ook een pilot, een repetitie gedaan van het Black Box nieuws wat aanstaande is. Want maandag 20 maart gaan we de allereerste keer een nieuwsbulletin brengen, met daar achteraan dan Black Box Today in een nieuw jasje. We zijn het aan het versterken, aan het verbeteren, aan het aanscherpen. Er wordt hier niet stilgezeten. En we hebben een leuk fragment om de kijkers al een klein beetje een warming-up te geven voor het Black Box nieuws wat we 20 maart dus officieel gaan uitrollen. Maar hier al een korte clip. Niet alleen in Nederland, maar ook in België is de politiek verdeeld door de stikstofcrisis. Bij ons speelt het Thaï-dossier een grote rol tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen volgende week woensdag. Xi Jinping liet in 2018 namelijk de wet wijzigen waarin stond dat een president slechts 2 termijnen mag aanblijven. En daarmee maakt hij de weg vrij voor een levenslange benoeming.
Dit was het dan. Dank voor het kijken naar het Black Box nieuws van vrijdag 10 maart. Ja, dat was dus een korte impressie van wat we vandaag hebben gedaan. 20 maart gaan we er dus echt mee beginnen met het Black Box nieuws. Maar morgen zijn we ook actief in Den Haag, want er is een grote demonstratie in Den Haag. Boeren komen er naartoe, Samen voor Nederland komt er naartoe. En er is ook een demonstratie van Extinction Rebellion. Daar zijn we waarschijnlijk niet bij aanwezig. Die is iets verderop, 15 minuten van de plek. Wij gaan echt bij de boeren aanwezig zijn om te praten en te horen wat Nederland op dit moment beweegt vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen. Vanaf 1 uur dus live vanuit Den Haag. En ik wil bij deze alle mensen die dit mede hebben mogelijk gemaakt, want er zijn ook weer donaties voor binnengekomen, ontzettend bedanken. Zonder jullie kunnen wij dit programma niet maken, kunnen we het programma morgen niet maken. En omdat we zoveel mooie donaties hebben binnengekregen en teksten erbij, zal ik er eentje snel voorlezen. 5 euro van iemand. Bedankt voor de waarheid, mensen. Blijf jullie integriteit houden en ga niet achter het grote geld aan in de toekomst. Nou, ik beloof je plechtig, dat zullen wij niet doen. Wij gaan niet achter het grote geld aan. Wij gaan alleen achter de waarheid aan. Senna, ik wens jou een hele fijne uitzending. En ik zou zeggen, neem het maar weer over. Ja, Flavio. Ook bedankt voor het delen van het mooie nieuws, maar ook breaking news. Ja, als ik dat zo hoor, ga ik toch weer terug coronatijd in. Wat denken jullie als jullie dit zo horen? Heerlijk, die betutteling, joh. Het is alsof hoor je de kleuterjuf tegen de kleuters vertellen hoe je moet leven. Dat is echt een nieuwe fase in het politiek bestel, wat je 20 jaar geleden nog niet had kunnen voorstellen. Heerlijk sarcastisch. Een griep inderdaad van alle tijden is. Hè. Dat zal ongeveer een miljarden jaren bestaan, dat virus. En overigens, corona wordt nu gelijk getrokken met griep, maar toch worden er speciale persconferenties of in ieder geval televisieuitzendingen georganiseerd om ons nu te wijzen op de gevaren van een gewone griep en vergelijkbare virussen. Ja. Ik vind het van een infantiliteit getuigen en ik mag toch hopen dat de Nederlandse burger inmiddels wat wijzer is geworden. Ja, over 5 dagen gaan we stemmen. Denk je dat dit nog invloed heeft op de verkiezingen of dat het misschien te maken heeft met de verkiezingen? Nou ja, laten we hopen. Laten we hopen dat het impact heeft. Het is inderdaad, als ik hier naar kijk, ja, ik zit eigenlijk met lege tekstballonnen. Want ik denk, van, ja, ik heb een soort déjà vu en alles wordt weer uit die oude gereedschapkist gehaald. Maar ja, het is van geen niveau. En ik kan me ook bijna niet meer voorstellen dat mensen dit serieus nemen. Maar goed, ja, ik heb al eerder vergist. Is het ook niet een beetje zo? Ze worden ook toegesproken alsof hebben zij de kennis hebben met het OMT. Zij hebben de waarheid en wij hebben emoties en gevoelens. En daar moeten wij, dat zie je ook hoe ze de boeren bejegenen. Dus die houding en zo. Dus ik denk en hoop ook wel dat dat bij mensen indaalt. Zij houden het hoofd koel, hè? Dat is wat zij. Ja. Zij hebben de feiten weer. Ja. Heren, dank jullie wel. Dan gaan we over tot de orde van de dag. Volgende week zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Echter, steeds meer mensen stemmen niet en haken af. Hoe kan dat? Ja, jij hebt daar het een en ander over uitgezocht. Zeker met jouw achtergrond als gezondheidspsycholoog. Huibrecht Poluit. Ja, hoe kan dat? Dat is een vraag die veel wordt gesteld deze dagen. Omdat het een tendens lijkt die zich alleen maar versterkt de afgelopen jaren. We hebben daar ook een beeld van waarin we zien dat het stemgedrag van mensen eigenlijk is afgenomen. Je ziet in dit geval de gele lijn representeert het stemgedrag of het aantal opkomende stemmers voor de Provinciale Staten. En daar gaan natuurlijk de aanstaande verkiezingen over. En dan zien we dat de laatste Provinciale Statenverkiezing uiteindelijk een opkomst bracht van 56%. En de verwachting is dat we nu ook zo rond de 50% zullen uitkomen. En dan dat is echt ontzettend weinig. Ik zie ook bij de blauwe lijn, de Europese verkiezingen, dat minder is dan of dat 41,9% is. Ja, dus de vraag hoe dat kan. En in welke groepen komt dat dan voor? Nou, daar heb ik eens naar gekeken. Heb je ook gekeken naar of mensen wel weten hoe belangrijk het eigenlijk is op sommige dossiers? Bijvoorbeeld natuur wordt helemaal nou op de provincieniveau bepaald. Ja, nou, ik denk dat mensen dat niet weten, omdat de politieke leiders vanuit Den Haag, die kapen het debat natuurlijk voor eigen gewin. Die hebben daar natuurlijk in de Eerste Kamer hun wetten doorheen te jassen. Dus daarom, en de media beweegt daarin mee, dus daarom zien we die punten niet op de agenda staan. Behalve stikstof dan, hè, dat wordt natuurlijk wel uitvoerig besproken. Het is interessant om te kijken uit welke mensen bestaat nou die groep
niet stemmers. En ja, mensen die zeggen, ja, dat zijn vooral mensen van tussen de 18 en 24 jaar. Dat is de grootste groep niet stemmers. En mensen van niet-westerse afkomst. En wat ook opvalt is dat met name lager opgeleiden ook zeggen van nou, dat stemmen, dat hoeft voor mij niet. Om welke redenen dat is, daar gaan we het dan zo over hebben. Maar daar is ook een uitzondering op te vinden, hoor. Er zijn ook mensen met een hogere opleiding in hun achterzak die ook zeggen van nou, ik heb mijn redenen om het niet meer te doen. Ja, dat zagen we onder andere bij Insight Vandaag. Ja. Maar dit is een fragment van vorige week. En dat is Job Knoester. Jij doet ook rare dingen, want vorige week riep jij niet stemmen. Niet stemmen, heel plakkaat voor je gemaakt. Niet stemmen, mensen. Dat is een hele intelligente opmerking. Ging vorige week zo. Ik heb bedacht, we moeten dus iets doen. Nou? Alle kiezers, maar dan moet je niet een groepje doen... maar alle kiezers moeten ze straffen, niet stemmen. Ja. Ja, dit was dus bij Vandaag Insight. En had dus vorige week die uitspraak gedaan van nou, gewoon niet stemmen. Daarmee kan je de politiek straffen. Ja. Maar daar is hij snel op teruggekomen. Ja, hij is in dit geval dus een hoger opgeleide persoon. Een advocaat in strafrecht. Dus niet alleen lager opgeleide zijn wat cynisch ten aanzien van wat verkiezingen kunnen opbrengen. Of wat ze voor ons kunnen betekenen. Dat is op zich niet zo gek wat hij zegt. Want kennelijk denkt zeker 50% van de Nederlanders zo. Ja, dus, en nogmaals, hij vertegenwoordigt ook een stem van hoger opgeleide. Dus dat fabeltje van dat zijn mensen die alleen maar weinig interesse hebben in politiek... of die er niet zoveel verstand van hebben, dat zijn mensen die niet willen stemmen. Dat is onzin. Maar waarmee heeft het dan wel te maken? Waarom willen ze niet stemmen? Heel veel mensen... denken dat gefraudeerd wordt. En RTL heeft daar een aantal jaren geleden onderzoek naar gedaan... en die hebben ook uitgezocht en kunnen aantonen... dat die verkiezingsuitslag eenvoudig te hacken is. En we zien daar ook in beeld een foto van. Het bleek uit dat onderzoek dat software niet beveiligd was... en dat de gegevens vervoerd werden van de ene punt naar de andere punt op USB-sticks. Nou, onderweg zijn die natuurlijk heel makkelijk te hacken... en waarschijnlijk ook aan te vullen of te wissen, et cetera, et cetera. Dus dat zet bij de mensen veel wantrouwen. Maar als je het hebt over mensen die dan toch geëngageerd zijn... en misschien niet zo achterdochtig, hè, voor zover je dan mensen die aan fraude denken achterdochtig zijn... want ja... Overal waar mensen aan te pas komen, wordt er gefraudeerd. Dat is een normale menselijke trek, zou je bijna zeggen. Dus waarom niet op dit niveau? Maar goed, daar wil ik dan nog even wegblijven. Een hele grote groep zegt ook van democratie. We leven helemaal niet meer in een democratie. Want we kennen het cordon sanitair. Dat is vanuit België overgewaaid. PVV heeft er al langer mee te maken. En D66 kopt... Help me even, cordons. Cordon sanitair, dat houdt in dat je op voorbaat al aangeeft... van nou, als wij de grootste worden... of we worden in een samenstelling met andere partijen de grootste... gaan we wel met partij X, maar niet met partij Y regeren. Nou, dat zien we D66 al noemen. En we zien het hier in beeld. Geen coalities in provincies met BBB, A21 en PVV. Nou, dat noem je het cordon sanitair. Dus partijen worden op voorhand uitgesloten. Ja. Dus dan zegt de kritische potentiële stemmer... waarom ga ik kiezen als straks niet een eerlijk democratisch proces plaatsvindt? De NOS kopte nieuwe wet politieke partijen moet verbod mogelijk maken. Als de democratie bestaat uit partijen die een ander geluid de mond willen snoeren... is er geen sprake van democratie. En we kennen het voorbeeld van Van Uffelen... die nog niet zo lang geleden een motie die met meerderheid in de Kamer werd aangenomen... dat die niet werd uitgevoerd. Ik heb Bert Brandsma daar nog even over gebeld, de politiek watcher van Blackbox. Die heeft me gezegd dat het vaker is voorgekomen, ook eigenlijk recent... redelijk recent in de coronaperiode. Hij noemde mij het voorbeeld dat Nikki Pauverwijs, hij is politica van Ja 21, zij is huisarts. In de tijd dat er veel getest moet worden om je groene vinkje te krijgen, heeft zij voorgesteld in de Kamer. Mensen die al een serologische test hebben ondergaan, daar is aantoonbaar een immuniteit te bewijzen. Hè. De mensen kunnen antilichamen in het bloed aantonen. Waarom gaan we die mensen nog vaccineren of moeten die nog getest worden? Want zij zijn immuun. Die motie van haar is met 150 voor- en 0 tegenstemmen aangenomen. En toch heeft Hugo de Jonge toen gezegd, nou, gaan we niet doen. We blijven iedereen verplichten tot testen en vaccineren. Of verplichten, relatief verplichten of adviseren. En ja, dan vraag... Ja, wie vraagt zich dan niet af wat democratie dan nog betekent? Als een Kamermeerderheid met 150 tegen 0 beslist van we moeten zus doen... en er is één minister die zegt, nee, we doen het zo. Zoals Van Uffelen dat op dezelfde manier deed. Dus dat veel mensen niet gaan stemmen heeft vooral met vertrouwen te maken... of eigenlijk het gebrek aan vertrouwen? Ja, absoluut gebrek aan vertrouwen, ja.
Ja. Het feit dat het demissionaire kabinet uiteindelijk bleef doorregeren. Het kabinet viel op de toeslagenaffaire. Men blijft een jaar zitten. Men onderhandelt een jaar lekker lang uit. Men jast er wat nieuwe wetten door. En vervolgens gaat uiteindelijk dezelfde club nog verder. Dat we door de EU worden geregeerd in plaats van een nationale regering. Ja, dat supranationale wat zich ontwikkelt. Ik heb een hele lijst gemaakt en ik spiek maar even op mijn papieren. Want de lijst is onuitputtelijk met motieven waarom mensen eigenlijk inderdaad bijna recht van spreken hebben om niet meer in de democratie te geloven. En dat is heel triest. Bijna recht van spreken? Bijna recht van spreken, ja. Omdat niet helemaal emoties, maar wel een beetje emoties. Nou ja, kijk, ik ben nog niet klaar met mijn feitenlijst. Maar nee. Ik wil blijven geloven in de mogelijkheid dat we een democratie met elkaar toch vorm kunnen blijven geven. Maar hier moet eigenlijk ook een debat over plaatsvinden. Het feit dat politiek verantwoordelijken niet eens naar de Kamer meer komen als ze verantwoording moeten afleggen. Rutte die zegt van ja, ik ben niet uitgenodigd, dus dan kom ik maar niet. Kaag die dan weer niet verschijnt. En zo zijn er nog meer politici die dan niet verschijnen. Ik heb het nog niet gehad over het onfatsoen in de Kamer. De beledigingen die over en weer vliegen van links naar rechts. Weglopen als ze toegesproken worden. De toespraak van Thierry Baudet dat het voltallige kabinet demonstratief de Kamer verlaat. Ja. Het zijn fratsen die niks te maken hebben met democratie. Bert Brandsma vertelde me vanmiddag ook nog dat debat wat moet worden gehouden naar aanleiding van dat Groningen-rapport, wat een paar weken geleden of vorige week gepresenteerd is, dat hebben ze maar even uitgesteld tot mei van dit jaar. Ja. Na de verkiezingen. Na de verkiezingen uiteraard, ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat daarmee eigenlijk de druk of het belang van die 50% die niet wil gaan stemmen, dat eigenlijk wel steeds groter wordt. En het impact wat ze daarmee kunnen maken. En dat denkt ook Maurice de Hond. Die heeft dat onder andere uitgesproken in een podcast Op zijn kop. Laten we heel even gaan kijken. En nu is de grote vraag, en dat zal ook de uitslag bepalen aanstaande woensdag. De mensen die aan die flanken zitten, en met name bijvoorbeeld kiezers die normaal PVV, BBB en zo zouden stemmen, dat zijn vaak kiezers die minder gauw opkomen bij dit soort verkiezingen dan, laat ik zeggen, de middenpartijen. Ja. Die zouden best door hun boosheid wel gestimuleerd zouden kunnen worden om te gaan stemmen. Terwijl het soort mensen die traditioneel de VVD stemt, laat ik zeggen, Diederik die hier boven zit. Dankjewel, Maurice. Ja. Die is helemaal niet, als hij nog VVD zou stemmen, zou die dat niet volhardend doen. En het zou best kunnen zijn dat hij daardoor wat eerder thuis blijft. Ja. Dan zou dus de uitslag veel meer door de flanken bepaald worden dan door het midden. Als je echt een goed resultaat wil halen, zorg dat iedereen in je bubbel gewoon opkomt. Ja, kennen jullie dat zelf ook? De twijfels of het wantrouwen. Oh, ik heb net de kieswijzer ingevuld, want dat ging ook een beetje over mijn nieuws van de dag. En ja, daar komt eigenlijk uit wat ik toch al wist, dat ik een steile conservatief ben. GroenLinks. Voor 72% en dan zit er nog 15% rechts sentiment in. Dus, ja. Nee, ik twijfel niet, nee. Hey, hoe zit dat bij jou? Herken je dat? Nou, ik ben heel eerlijk, ontzettend het vertrouwen in de politiek, wat mijn collega hier ook zegt, ben ik compleet verloren. Dus ik heb toevallig ook met Maurice van de week nog even een gesprek gehad. En dat wil ik eigenlijk toch ook nog wel even aangeven. Dat het belangrijk is dat mensen eigenlijk binnen hun eigen bubbel gelijkgestemde oproepen om te stemmen. En hij gaf eigenlijk het mooie voorbeeld van de SGP. Die hebben al sinds jaar en dag een hele trouwe opkomst van stemmers. Dus die hebben eigenlijk het hoogste percentage van hun achterban gaat stemmen. En wij leven toch nog in een illusie van, goh, D66 zal wel decimeren of VVD zal wel decimeren. Maar eigenlijk de enige winst die je kunt boeken is dus binnen je eigen bubbel die aanhangers motiveren om te gaan stemmen. En ja, daar kun je eigenlijk de grootste winst mee boeken. Okay. Die zijn nu vergiftigd trouwens door de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Ook in coronatijd ging die helemaal de overheidskant op en ja, je zag daar ook al een splijt in komen. Dat is eigenlijk jammer, want dat is de laatste echte conservatieve zuil in Nederland. Ja.
Wat interessant is in deze, ik wil een koppeling maken met de breaking news. En dat is wat in me opkwam in voorbereiding natuurlijk op dit item. Heb ik ook gedacht wat de psychologie doet bij mensen. In de psychologie kennen we het begrip van aangeleerde hulpeloosheid. Dat is als mensen lange tijd het idee hebben gevoeld. Hè, letterlijk aan hun lijf hebben ervaren van ik heb geen macht op mijn omgeving. Ik kan geen invloed uitoefenen op mijn welzijn of mijn gaan en staan. Dat was heel expliciet aan de orde 3 jaar lang in die coronaperiode. Dan worden mensen initiatiefloos en laten ze besluiten over aan anderen. Dan verlammen ze en dan wachten ze tot de storm is uitgeraasd. En je zou ergens in de verste verte nog kunnen denken dat de gedragsunit van Rutte en consorten heeft bepaald van joh, we sturen weer even een coronaboodschap de wereld in om die aangeleerde hulpeloosheid, die verlamming te entameren, zodat mensen uiteindelijk nu zeggen van wacht even, dan moeten we nu uiteindelijk maar weer de boel laten. Dus of niet stemmen of het establishment nog maar even weer de voorkeur geven. Dus een heel interessante. Wat Maurice de Hond aankaart is ook inderdaad interessant. Want die doelt eigenlijk over de relatiebreuk tussen de kiezer en de overheid. Op het moment dat je, het is net als in een liefdesrelatie, op het moment dat je lange geloof heb gehad in de relatie, maar je bent constant bedonderd. Nou, toeslagenaffaire, sms'jes gewist, Groningen. We kunnen doorgaan. Oh ja, de niet-actieve herinneringen. Dan denk je ook, mijn partner is niet betrouwbaar. Dan ga je daarvan weg. Maar dan kies je niet meteen een andere date. Dan moet je herstellen. Dus dat is de groep waar Maurice de Hond het over heeft. Die zegt van, nou ja, ik stem even niet. Dat is echt ook een kiezersgroep waarvan je eigenlijk mag hopen dat ze het lef hebben om niet te denken, ik verloochen mezelf door plotseling maar naar een andere liefde te gaan. Nee, je kiest wat het best bij jou past. Je kan ook een oude liefde laten gaan. Dat is ook een heel belangrijk advies wat ik wil meegeven. Ja, geen huwelijkstrouw? Nee. Als een huwelijk niet loopt, dan moet je weg. Ja. Hij brengt beleid, gezondheidspsycholoog. Dank je wel voor deze bijdrage. 30% van de oceaan moet voor 2030 beschermd gebied zijn, aldus de VN. Maar wat betekent dit voor de natuur en wat betekent het voor de visserij? Ja, Riepke, ik denk dat als gemiddelde Nederlander dit zo hoort, 30% natuurgebied wat beschermd moet zijn, dan denk ik, dit is goed. Precies. Ja, je gaat toch zeker vertellen waarom dat niet zo goed is. Ja, het is hoe meer natuur, hoe beter, toch? Ben ik in principe ook helemaal voor. Daarom kwam ik ook als steile conservatieve wel uit. Want ik ben voor het beschermen van de bestaande natuur. En je merkte er ook dat de SP die had voor een motie ook gestemd van visserij uit Natura 2000 gebieden. We komen er zo aan een fragment te zien. Maar dan zie je inderdaad dat heel veel politici eigenlijk ook geen benul hebben van wat nou werkelijk de krachten zijn. En dat heb ik nu dus ook gedaan. Ik heb de verschillende verkiezingsprogramma's van partijen ook gekeken. En dan met name in relatie tot het item van de visserij die de noodtoestand uitriep. Hè. Ze hebben een brief bij de koning aangeboden van door jullie maatregelen hadden we het over stikstof. Dan kunnen wij straks niet meer vissen. Het bekende verhaal dat ik hier ook al wel heb gebracht. Maar als je dan dus in die verkiezingsprogramma's kijkt en een heleboel vissers voelen zich nu aangetrokken ook tot boer-burgerbeweging. Je hebt verder ook BVNL. Die noemen wel al die details. Maar het verband met het feit dat al die beleidsmaatregelen niet worden bepaald door de politiek of door partijen waarop je kan stemmen. Het wordt ook niet door het gros van de bevolking eigenlijk gesteund. Die 30% komt namelijk heel ergens anders vandaan, namelijk uit VN-burelen. Komt vervolgens op een Brussels bord in een Europese biodiversiteitsstrategie. En in één keer zie je overal 30% zie je hameren. En wij zien alleen maar die kruimels, gesoebeld over stikstof. Maar ja, waar leidt dat toe? Tot het elimineren van een groot deel van de vissersvloot. 40 garnalenvissers gaan sowieso al over de kop. Maar ook gesloten gebieden. Dus er is al kans nu door die motie dat straks al per 2024 helemaal geen garnalenvisserij meer mogelijk is langs de Noordzeekust en op de Waddenzee. Dat betekent gewoon ook, zoals een landbouweconoom voor de NOS zei, Kees Staal, het einde van de garnalenvisserij. Maar nergens, behalve bij één partij, zie je dus, ik mag geen reclame maken, maar het is de FVD, die noemen dus de SDG's, die noemen dus het feit dat het globalisme, doelen die worden bepaald door internationale academici op conferenties. Vervolgens worden die dan bepleit met door de overheid gefinancierde NGO's en door miljardairs gefinancierde NGO's. En plots, pof, ligt daar een doel. En nu kunnen we wel even kijken naar wat daar ook over werd gezegd. Die motie kwam van de Partij voor de Dieren van
die Natura 2000 gebieden moeten op slot voor visserij. Maar ja, als je dus al weet dat dit doel er al ligt, 30% moet dicht voor 2030, dat is niet door de Dierenpartij bepaald of verzonnen, ook niet door D66. Nee, dat is door een, ik noem dat wel het internationaal bureaucratisch academisch complex. Het BAC, bureaucratisch academisch complex. Die hebben dat bepaald, komt op een VN-bordje, komt dan op Brussel en plots ligt het op beleidsborden. Terwijl in alle statenverkiezingen, spotjes, men focust alleen maar op Den Haag. En daar komt het helemaal niet vandaan. Dus laten we maar even kijken. We gaan even kijken naar de garnalenvissen. We doen nou alles om die natuur te sparen. Want ja. Als je die natuur maar het sparen, gaat niet ver genoeg, want in de Tweede Kamer is onlangs een voorstel ingediend door de Partij voor de Dieren om een visserij in Natura 2000 gebieden helemaal te verbieden. Ja. Dus dan zou u daar gewoon echt niet meer mogen komen. Ja, precies, dat is het. En de SP heeft die motie gesteund. Ja, dankjewel Marijs. Wat klote om te horen dat het er nu zo voor staat. Want dat kan ik me heel wel indenken. Die precieze motie en zo. Daar heeft u voor gestemd. Ja, daar geloof ik gelijk als u dat heeft opgezocht. Maar ja. Wat ik inderdaad er wel lastig aan vind, dat hoor ik meneer ook zeggen. En dat geluid horen we ook bijvoorbeeld van de boeren. Dat er nu in die hele stikstofdiscussie, dan kijk even iets breder, maar dat er zo eenzijdig gekeken wordt naar, in dit geval bijvoorbeeld dan de garnalenvissers, maar in het geval van de boeren. Terwijl de SP wel steeds zegt, alsjeblieft laten we nou breed kijken. Ook naar industrie, ook naar mobiliteit. En laten we. Ja, hier zie je eigenlijk ook wel dat die afstand tussen politiek en burger heel groot is. Nou, dit is het draaikonterij waarom mensen niet. Nee, daar heeft het hier helemaal niet mee staan. Dit raakt mensen. Eén tegelijk, alsjeblieft, anders ben je niet verstaanbaar. Die lieve schat die heeft ook gewoon geen idee wat ze doet. Dus ze stemde voor een emotie, namelijk ik wil meer natuur beschermen. Doe ik gewoon even. Heeft waarschijnlijk niet eens gekeken. Maar waar het nu veel meer om gaat, is kijk, er komen internationale doelen. 30% in 2030. Dat heet ook letterlijk 30 keer 30. Er is ook een NGO, internationale NGO, die door miljardairs wordt gesteund. Campaign for Nature. 30 keer 30 wordt daar ook precies uitgelegd en waarom ook dat wetenschappelijk verantwoord zou zijn. Waar gaat het hier nu om in de hele discussie? Er wordt hier gelijk geschakeld dat het uit een gebied wegtreiteren van vissers, dat gelijk staat aan natuurbescherming. Ja, want vertel eens even hoe natuurbescherming eruit ziet. Want als je dat zo zegt, denk ik van er komt een beschermd natuurgebied, dus mensen mogen daar niet komen. Het wordt goed in de gaten gehouden. Biodiversiteit gaat natuurlijk weer groeien. Ja, maar is dat ook zo? Nee, natuurlijk niet. Want er worden wel windmolenkabels dwars door de Waddenzee gelegd. Bijvoorbeeld. Dus de scheepvaart blijft ook gewoon doorgang vinden. En dat is ook wat die vissers dus ook bepleiten. Hebben ze ook deze week wilden ze een motie laten indienen. Dus dat zij ook worden erkend als bestaand gebruik van het gebied. Als de scheepvaart dat sinds de jaren 80 al wel mag, waarom zij dan niet? He, want nu worden zij, ze worden nu gemeten met twee klimaten, wat ik wel vaak zeg. Dus zij worden helemaal geslachtofferd. Maar dat is geen toeval ook, want er is een hele grote internationale academische lobby met ook van die visserijwetenschappers waar ook dierenpartij heel veel naar luistert. Zoals een Daniel Pauli, dat is een beetje zo'n rockster van academieland. En die stellen gewoon van ja, vissers wegjagen uit een gebied is hetzelfde als natuurbescherming. Hetzelfde als bij die zogenaamde stikstofdiscussie. Het gaat helemaal niet over stikstof. Wat zegt men? Natuurherstel is gelijk aan stikstofreductie. Dus dan verleg je de discussie helemaal naar wat technische details en daar ga je dan over soebatten. Maar waar het om gaat is dat er gewoon uit de burelen van academia wordt pof een doel opgelegd en daar wordt beleid op aangepast. En dan past zo'n stikstofstok past daar prachtig bij en Natura 2000. Maar uiteindelijk de bron wordt nergens benoemd, namelijk dat het uit de agenda 2030 komt. En die SDG's. Dan kijken we ook in dezelfde week dat de boeren of dat de vissers dus die noodtoestand uitriepen bij de koning. Wat krijgen we dan ook? Het LNV-ministerie viert de week zonder vlees en zuivel. Dus moet je maar even kijken naar dat spotje hier. De week zonder zuivel en vlees. De nationale week. Waar komt dat vandaan? Dat is weer SDG 2 uit de 2030-agenda. Zero hunger. Wageningen Universiteit is daar een van de kartrekkers van in Nederland. Die hebben nu ook een nieuwe bestuursvoorzitter, Arthur Mol. Die komt oorspronkelijk uit het linkse PvdA GroenLinks activistencircuit. Maar waar het hier ook om gaat is, Wageningen UR schrijft dat ook in al hun persberichten. Wat willen zij? De herverdeling van welvaart, dat is de 2030 agenda, wordt van en centralistisch aangestuurd. Dat is eigenlijk een soort wereldcommunisme. Bij verlichte bestuurders, technocraten, academici, de wetenschap hebben zij in pacht. Net als het OMT eigenlijk. Dat bestuursmodel moet je een beetje indenken.
Dus wat willen zij dan? Dat wij de broekriem aantrekken, meer plantaardig gaan eten. Het bekende kweekvlees-krekelverhaal. Zodat mensen in het zuiden, in de arme landen, die zouden dan meer vlees kunnen eten. Want dan zouden wij in het jaar 2000, tjoempapa, zouden wij 10 miljard mensen kunnen voeden. En anders niet. Dat is in universiteit als Wageningen is dat het kernprogramma. En Wageningen Universiteit is weer een stichting van het LNV-ministerie. Dus waar zit nu ook de werkelijke macht? Waar wordt dit nou ook werkelijk bepaald? Wordt niet in Den Haag bepaald. Wordt ook niet door politieke partijen bepaald. Maar door wat ik dus het bureaucratisch academisch complex noem. En laten we dan ook... Arthur Mol legt dat ook prachtig uit. Hè, hoe hij ook voorstander is van die beperkingsdoelen en voor deze politiek. Ja, dat is ik noem even de grote baas van de Universiteit van Wageningen. Oh, ik mag nog even toelichten. Dat was de Dies Natalis van Wageningen. Afgelopen gisteren was dat. Betekent het 105e jarig bestaan vierden ze. En dan vertelt ze ook waar zij blij van worden en wat hun plannen zijn. Ja, en dan gaan we even naar een fragment luisteren. U kreeg dit weekend overigens al een mooi verjaardagscadeautje in de vorm van een historisch akkoord bereikt door de Verenigde Naties. In 2030 moet 30% van de oceaan beschermd zijn. Dat is nu slechts 1,2%. Ja. Wat dacht u? Hoera, 30% of 70% niet? Nou, ik dacht vooral het eerste. Hoera, 30%, want dat is toch wel vrij bijzonder. Het is ook in lijn met de Biodiversity Convention. Daar hebben ze het ook voor land al eerder afgekondigd. En ja, de uitdaging zit vooral niet zozeer in die 30%, maar vooral halen we die 30%. Als we dat halen in 2030, dan sta ik de dans op de tafel. Ja. Want van 1 naar 30% in 7 jaar, nou, dat is bijna onmogelijk. Maar ik ben ontzettend blij met deze target, zeg maar, doelstelling. Ja, dus hij ziet vooral de voordelen ervan. Exact, maar hier zie je dus ook weer. Kijk, er wordt een doel gevierd, 30%. En dan denk je ook, prachtig, hè? Zee, natuur, wie kan daar tegen zijn? Maar als je dan inderdaad kijkt, wat gaat dat nou uitwerken in de praktijk? Wat wint de Nederlandse bevolking bij zo'n doel? Wat voor gevolgen heeft dat voor de bestaande gebruikers? De vissers die daar al generaties vissen. En wordt er wel gekeken wat het voor de natuur oplevert. Heel leuk dat je zo'n verdrag... Greenpeace kon daar ook mee schermen naar de achterban van... oh, iedereen op aarde kan een collectieve zucht van opluchting slaken. Maar dit is meer NGO-politiek, scoren voor je achterban... dan dat je kijkt van, wat levert dat dan voor de natuur op? En dan, om even de Waddenzee als voorbeeld te nemen. Er is nooit ergens aangetoond, bewezen... dat die garnalenvissers daar enige schade aan brengen. Als je het vergelijkt met stormen die... woelen die bodem om, maar niettemin, dat is het sleutelwoord, bodemberoering. Op basis daarvan probeert men nu die vissers allemaal weg te jagen. Maar ja, wat is dat in vergelijking met stormen? Kijk, terwijl zo'n 30% doel in een land met tropische koraalriffen... daar wil je niet dat iemand daar met een net alles kapot trekt. Dus je kunt niet een zandgebied, een zandig kustgebied in Nederland... vergelijken met een marine reservaat ergens op bij Aruba of zo. Als je daar een gebied sluit, dan weet je zeker dat de vis daar ook beschermd wordt. Want die is ook lokaal. Maar zou je dat hier doen, je gooit hier ook 30% op, zoals dat men dat hier doet. En wat gebeurt er dan? Ja, je beschermt een zandbodem die verderop gewoon helemaal volgetimmerd wordt met windmolens. Dus wat levert dat voor de natuur op? Die vraag wordt niet gesteld. Maar dan zien we dus ook weer die 30%, andermaal, komt ook niet van Arthur Mol beslist, hoewel zijn universiteit dat dus steunt en die agenda. Maar de Europese Commissie heeft dat ook al lang vastgelegd in hun biodiversiteitsstrategie. 30% van land en zee gaan we op slot zetten. Ook hebben zij al een notitie geformuleerd van bodemberoerende visserij. Daar is hij weer. Weer is er een internationale conclusie van zeereservaatactivisten, academici en hun sponsoren van stichtingen en NGO's. Die hebben tussen de oren gekregen bij mensen, bodemberoering is altijd fout. Ja, bij een tropisch koraalrif wel, dan maak je het koraal kapot. Maar nu heeft de EU eigenlijk al besloten van wij gaan dat voor 2030 al uit alle... Natura 2000 gebieden weren. En dankzij de motie, dus gesteund door de SP... kan het nu dus al zo zijn dat men die visserij... die dus in Nederland geen schade brengt, alsnog nu al bonjourt. En dan vind ik het dus ook gek dat de BBB... dat is dus, je hoorde dat ook, ga stemmen op Carolien. Zeggen die iets over die internationale lobby? En het feit dat de hoofdlijnen worden nooit meer... lokaal bepaald, die worden ook niet meer in Den Haag bepaald. De hoofdlijnen worden door internationale lobby bepaald in wat ik noem conferentiestam. Al die academici die op conferenties de hoofdlijnen en doelen bepalen. En ze blijven hameren op het Haagse beleid. En zelfs de BVNL, die noemt de klimaatwet wel
terugdraaien. Maar iedereen blijft wat soebatten over die kleine... Hè, kunnen we een komma verplaatsen of een punt? Maar niet de werkelijke probleem, namelijk dat het globalisme, dus het internationale macht, dat die een veel grotere invloed heeft gekregen dan nationale politici. Waarom doen ze dat niet, denk jij? Ja, waarom die vraag. Dat is een hele goede vraag. Ik ben denk ik de eerste journalist in Nederland die echt ook voor de mainstream media begon om die 2030 agenda onder de aandacht te krijgen. Toen liep die agenda al sinds 2015, dus al 2 jaar. Het kost me ontzettend moeite, dat was bij Elsevier Weekblad, om dat gepubliceerd te krijgen. Men wil er gewoon niet aan. Men focust alleen maar op Haagse politici. Dat neigt dan weer, dan ben je complot bezig. Ook toen ik die SDG-gids voor Blue Tiger maakte... Nou, dat heeft ook eerst wel wat voeten in de aarde gehad. Eerst wist men nog maar kwalijk wat een Great Reset was. Men schreef dat nog als Big Reset. En het was toch allemaal nog een beetje van... daar moet je je niet aan branden. En dat gevoel, merk ik ook, leeft nog steeds ook bij die vissers. Die willen dit niet noemen, nog. Maar de politieke partijen... En de politieke partijen ook niet. Nee, ja. Dat vinden ze toch nog te huiverig. En ook omdat, als dat blijkt, dan is die verkiezing eigenlijk ook een beetje voor niks. Wat is nou het kernprobleem wat jij ook al aanstipte? Dat is toch heel simpel. Kijk, je kunt wel stemmen wat je wilt, maar of je nu BBB stemt of je stemt die... De hoofdlijnen liggen al lang vast. Dus je kunt kiezen wat je en stemmen wat je wilt, maar de dingen waar je tegen stemde... die blijven gewoon doorgaan, want dat is het internationale programma. En wat zou dan jouw stemadvies zijn? Oer-conservatief. Dus wel stemmen? Toch maar. Kijk, ik ben een conservatief. Ik hoef niet naast het bestaande systeem een nieuw systeem op te tuigen... want ik geloof niet in systemen, maar in mensen. En net als een Ferrari waar je een slechte bestuurder in zet... dat maak je ook brokken mee, terwijl het in principe een mooie auto is. Dus ik hoef ook geen parallele samenleving of al die dingen en zo. Ik ben liever gewoon gezellig met iedereen. Dus ook al heeft het eigenlijk geen zin dus, want die globale agenda... Het wordt niet in de politiek bepaald. Nee, dat gebeurt daar buiten. Nee. Maar adviseer je mensen wel om te gaan stemmen. Ja, maar ook als je gaat protesteren. Ja, je kunt wel op een grasveld in Den Haag weer staan. Maar ik noemde net al, boeren en vissers kunnen beter protesteren bij Wageningen UR. De lijsttrekker voor de Eerste Kamer van VVD, Edith Schippers, is weer de aanvoerder van Food Valley. Dat heeft weer die banden met het World Economic Forum. Dat zit weer achter die globale voedseltransitieagenda die nu door LNV wordt gepusht. En daar zijn zowel de boeren als de vissers weer. Dus het heeft geen zin om bij politici te protesteren, maar bij de mensen die die agenda dus doorduwen. En Wageningen UR heeft gewoon helemaal geen voeling meer met zowel visserij. Dat hebben ze al in 2003 losgelaten. Het werd meer marine research, werd het in één keer. Hè. Dus marine beleid en visserij was er maar een onderdeeltje. Ze verdienen nu ook veel meer met impactonderzoek voor windmolens. Dus waarom zouden ze dan nog aan veel aandacht aan die vissers besteden? En bij de boeren is dat hetzelfde geworden. Ja. Riepke Zijlmaker, heel erg bedankt voor jouw bijdrage hierover. De documentaire Stik, Stof tot Nadenken gaat vanavond in première. En wij praten met één van de betrokkenen. Erik van den Burg, je bent een van de co-founders van media-outlet InThePen.nl. Ja. En dat is dan weer onderdeel van Docvers. En met Docvers hebben jullie een heel mooie documentaire gemaakt. Ja. Gefeliciteerd, die gaat vanavond wordt die gelanceerd. Ja, de verf is nog niet droog. We hebben echt keihard gewerkt om het vandaag af te krijgen. Mede natuurlijk met het vooruitzicht van de demonstratie morgen. Dus ze vonden het erg belangrijk. We hebben het ook al eerder op de agenda gehad. Toen was het nog, er is natuurlijk nu ook heel veel reuring, maar toen was het voor ons een te moving target om een goede snapshot te maken van die periode. Want dan hadden we eigenlijk alweer oud nieuws gebracht. Ik denk dat we er nu in geslaagd zijn om de meeste actualiteit in deze docu te kunnen vervatten. Ja, want wat is de actualiteit? Waar gaat het over? Is het, het blijft natuurlijk gaan over het RIS-model, het rekenmodel. Hè, wat we natuurlijk al eerder gezien hebben, dat Nederland gevangen zit in rekenmodellen. Dat hebben we bij een eerdere crisis natuurlijk ook teruggezien. En dat zien we nu ook weer met die stikstofcrisis. We zitten vast in rekenmodellen en RIS is daar natuurlijk een voorbeeld van. Ja, en daar hebben wij met diverse onderzoeksjournalisten, wetenschappers en natuurlijk ook met de boeren zelf, want dat zijn inmiddels ook bijna technische mensen geworden, hebben we daar interviews mee gedaan. En ik denk dat dit een schrijnend beeld geeft van waar we in Nederland in balans zijn. Ja, en met Docsver ga je dat dus vanavond uitgeven. Laten we even gaan kijken naar de trailer van de documentaire. Ja. Het gaat niet over of de stikstofmethodes precies kloppen.
En daar worden hele grove fouten in gemaakt. Maar het probleem is er. Er zijn normen ingesteld en er is een model gebouwd. Daardoor is de kans vrij groot dat wij als piekbelaster worden aangemerkt. Maar of dat ook maar iets met de werkelijkheid te maken heeft... Het model kan in feite niks. We hebben al gezegd, het model moet weg. Als dat erdoor komt, dan is het klaar. Dan zijn we als Nederland staan we echt op slot. Ik noem dat ook de Nederland op slotwet. Ik ben nu boer, maar mijn vader wilde niet dat ik boer zou worden. Hij gunde mij een betere toekomst. Waarom vond je het zo belangrijk, Erik, om deze documentaire te maken? Ja, de boeren zijn natuurlijk al eeuwenlang een onderdeel van de cultuur in Nederland. We hebben het over een beroepsgroep die ontzettend welwillend is. Als je kijkt naar wat deze bedrijven geïnvesteerd hebben. Boeren willen geen vervuilers zijn. Natuurlijk ook belangrijk dat ze natuurlijk voor een significant deel uitmaken van onze of bijdragen aan onze voedselvoorziening. En als we zien natuurlijk dat deze mensen nu onteigend worden, wat ik nog steeds een vreselijk woord vind, wat eigenlijk niet in Nederland thuis hoort. Dat deze mensen onteigend worden op basis van een rekenmodel wat echt op drijfstand staat. Ja, daar maken wij ons bij Independ, maar ook met Doxfair maken we ons daar grote zorgen over. Ja, het wordt ook wel een beetje een containerbegrip, hè, dat de boerenonteigening. Nou, dat is natuurlijk zo. Hè. Ik probeer soms mensen, en ik woon natuurlijk in het wat meer best stedelijke gebied. En dan zie ik dat daar dan toch wat minder emotie leeft rondom die boeren. En dan maak ik wel eens de analogie van, joh, stel je nou voor dat jij morgen onteigend wordt of jij moet je huis uit. En iemand zegt, joh, dat heb ik op basis van een rekenmodel heb ik berekend dat jij je huis uit moet. En daar heb je dan al generaties lang heb je daar een gevoel. Je kinderen of je grootouders hebben daar gewoond, enzovoort, enzovoort. En als je dan vraagt, joh, wat zijn dan de factoren of de variabelen of wat is de rekenmodule achter geweest dat wij weg moeten. Dan zeg je op dat moment, nou, die kaarten hou ik tegen de borst. Dat zeg ik niet. Maar je moet wel je huis uit. En dat is feitelijk wat we met Erias zien. Het is een prul werkelijk van een rekenmodel. Ik kan het niet anders zeggen. Dat zijn niet mijn woorden, maar van diverse wetenschappers die aan het woord komen. En het kan toch niet zo zijn, mensen, dat we zo'n geweldige beroepsgroep die we hier hebben, die hele agrarische sector waar we zo trots op zijn en die zo welwillend is. En ook de vissers, hè? Ja. Nee, maar heel grappig wat je hier ook zegt, want dat model is uiteindelijk maar door één academicus uitgevonden van Wageningen UR, Jan Huismans. En is het dan wel verder ontwikkeld. En vervolgens gaat dan prestigere kwestie rond zo'n instituut spelen, dus dat ze het ook niet wilden opgeven. Ja. En je ziet dus hoe slechts een paar ecologen een eigenlijk verregaande ingreep in het hele land, eigenlijk maar een klein clubje dat kan bepalen. Dus niet de politiek, maar een klein clubje technocraten met een model. Ja, eigenlijk ook net als met klimaatbeleid. Je had het Erik net ook al over de timing en de druk en het moest af voor morgen. Waarom is die timing zo belangrijk? Nou ja, we willen natuurlijk ook de publieke opinie, daar willen we natuurlijk ook impact op hebben. Die verkiezingen staan nu voor de deur. We hebben natuurlijk morgen staan we met een cameraploeg, met Independ staan we. Willen we ook een reportage maken van de demonstratie in het Zuiderpark. Het klinkt een beetje of een kruidvat. Ik hoop het niet. Ik heb meerdere reacties gehoord van boeren die zich echt netjes willen gedragen. En dat hebben ze ook altijd wel. Dus ik hoop dat het een hele vredelievende demo wordt. Ik verwacht een waanzinnige opkomst. Maar daarom wilden we ook gewoon klaar zijn. En ja, het is, we zijn, wat zitten we? Vijf dagen voor de verkiezingen. We wilden dit echt de samenleving geven. Om ook een andere kijk te geven op wat dan eigenlijk gebeurt. En het onrecht wat hieronder ligt. Ja, ik vind het wel heel goed dat je ook met name dat principe van onteigenen nog onderstreept. Als dramatisch iets voor een mens. Als je geografische en je generationele wortels worden ontnomen, dan doet dat iets met je existentie. Dan doet dat iets met je draagkracht. Mm-hmm. Je staat ergens. Je bent ergens geaard in op een plek. Maar ook in een familieproces wat over generaties lang is uitgerold. En dan wat jij ook zegt, zonder enig motief, met de argumenten tegen de borst, wordt je gezegd van ja, einde verhaal. Ja. Ik vind het bizar. We ontvangen mensen van over de wereld omdat die mensen ook onteigend zijn uit hun omgeving. Door geweld, oorlog of door honger. Dramatisch. Worden terecht opgevangen.
Hè, de mensen die met recht van spreken om hulp vragen. En deze mensen, zonder blikken of blozen, zeggen we ja, stoppen ermee. En dat op basis van een model waar nog volop debat over is. Ja, maar ook al zou dat model er niet zijn. Kijk, de vissers die hebben trouwens ook dat thema onteigening hebben ze in die brandbrief aan de koning ook genoemd. En voor het eerst, en dat is ook wel leuk, niet alleen was de hele visserijsector bijna vertegenwoordigd. Nou, die had die brief ondertekend. Maar wat ze nu ook doen is eigenlijk ook het juridische pad. Dus ze gaven al aan op basis van artikel 5 van het burgerlijk wetboek. Hè, van hey, het vruchtgebruik van je eigendom, hè, dat wordt bij ons aangetast en dat is illegaal. Dus dat je daar niet alleen van kalimeren of van ach, wat zij zijn groot, ik is klein, dat is niet eerlijk. Maar dat je ook gewoon een extra stok achter de deur hebt. Hè, want wat doet een technocratie? Via flankerend beleid en allerlei regels en regulering wordt het wezen van de wet, niet stelen, niet dwingen, wordt helemaal ondermijnd en uitgehold. En ik vind dat ook nog onvoldoende, ook bij de verkiezingen, het hele idee dat we geen democratie meer zijn, maar een bureaucratie en een technocratie. Dat is eigenlijk het wezen. Dat is ook de reden volgens mij waarom mensen, ook al kunnen die dat niet verwoorden, exact, niet meer gaan stemmen. Ja, exact. Ja, het RIS-model is heel vaak het is een onteigeningsinstrument eigenlijk. Ja. Ja. Hoe groot denken jullie dat de kennis is over stikstof en het model bij politici? Nou ja, als je eigenlijk even probeert op een hele simpele manier het RIS-model uit te leggen, dan heb je met allerlei factoren te maken. Dat is windrichting, windkracht, neerslag. Dus er zijn allerlei factoren, temperatuur. Temperatuur van de dag. Nou, ja. Dus er zijn heel veel factoren die meespelen. En je kunt je natuurlijk voorstellen als je dit bij een software engineer neerlegt en zegt, hoe maak je hier nou een rekensom van waar een exact getal uitkomt? Ja, dan dat is feitelijk onmogelijk. Maar weten de volksvertegenwoordigers dat ook? Nou ja, je zou hopen, want als ik het zo simpel uitleg en ik ben ook geen techneut, dan zou je toch hopen dat daar ook een belletje gaat rinkelen. Hè, maar zo onterecht is het dus. En zo'n drijfstand staat deze tool, dus dit rekenmodel ook op, dat het onmogelijk is dat je op basis van deze uitkomsten mensen onteigent. Want je kan dus niet met al die variabelen kun je gewoon geen rekening houden. Je zou het bewijs van spreken als je zou zeggen, joh, we hebben elke dag dezelfde klimatische omstandigheden. We hebben elke dag oostenwind, windkracht 3. Dus we hebben continu dezelfde omstandigheden. Dan zou je daar een enigszins exacte uitkomst kunnen krijgen. Nou, en ik noem net de variabelen op. Ja, het is een utopie om daar dus een exact getal een exacte uitslag op te krijgen. Maar daar worden wel mensen op onteigend. En ja, dat is natuurlijk, ja, dat is een heel groot stuk onrecht. Ja, Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie, die sprak over stikstof bij Nieuwsuur. En dit is wat zij te zeggen had erover. Nee, niet te veel techniek. Maar een boom heeft wortels. En als een boom makkelijk snel voeding kan vinden, en dat is bij een stikstoflaag zo, dan hoeft hij niet te diep te wortelen. Waardoor hij, als het droog wordt, minder water op kan zuigen, omdat hij minder diep zit. Dit is aan de orde. Juist door de stikstofdeken op die Brabantse wal. Maar wat aan de hand is, als we het uitstellen, nu al zakken de pimpelmeesjes door hun pootjes vanwege het de stikstofoverschot. Ja, ik voel hier het pimpelmeesarrest al in wording, denk ik. We hadden al een kokkelarrest. Nee, dit is één detailonderzoek, wordt er dan uit verband gerukt. Maar de vraag die horen politici eigenlijk te stellen is dan inderdaad gewoon, hè, ik doe dat ook in mijn bullshit-detectiecursus. Puntje 2, hoeveel goed per euro kun je doen voor de natuur door natuurbeleid gelijk te schakelen met stikstofbeleid van 30 miljard euro? Dat is de vraag die gesteld moet worden. En niet een pimpelmees of een bontgebefte blauwpieper in, noem maar wat. Pimpelmees met zwakke knieën, ja. Nee, geldt ook voor politici soms. Hè? Of een manke, korenwolf, sorry. Nee, want dan stoot je mensen ook uiteindelijk van de normale natuurbescherming af. Ja, dit is toch wel een heel belangrijk thema, hè? Ook voor de komende verkiezingen. Dus hoe kan het dat zij dat dan op deze manier uitlegt? Ja, dat is ingesproken, denk ik. Ze heeft van haar persvoorlichter misschien van die voorbeelden gekregen. Ja. En dat is ook weer de kwalijke rol die zelfverklaarde wetenschappers noemen. Dit komt gewoon van onderzoek van het Ecologisch Centrum wat in Heteren zat. En die hebben, ik ken die lui allemaal, sorry. Dus ik kom nou één keer uit die hoek. Heteren, en die hebben allemaal van die nestkastjes dan op de Veluwe. Maar ja, het is knalarme zandgrond die al lang voedingsstoffen verliest door uitloging enzovoort. Dus, en of dat dan alleen door stikstof zou komen. Dus nogmaals, hoe bescherm je natuur veel effectiever? Moet je heel Nederland verarmen, zodat een pimpelmees iets dikkere pootjes heeft op de Veluwe? Of ga je bijvoorbeeld
geen bestaande natuur kapot maken. Dat je niet bomenlanen uit de naam van verkeersveiligheid gaat kappen. Ik heb nog nooit een boom gezien die voor mijn auto sprong. Zo van, en een pimpelmees kan toch ook vliegen naar gebieden waar het beter toeven is? Een pimpelmees kan toch ook zijn vleugels gebruiken om daarheen te vliegen waar het beter is? Nou ja, daar gaat hij dan wel beter doen. Nee, maar we merken gewoon dat dit wel een heel lastig onderwerp is. Stikstof ook in de politiek. Dat zagen we ook bij het CDA. We merkten daar dat het regionaal, dat er toch iets anders wordt gedacht over het stikstofbeleid dan landelijk. Meneer Hoekstra, u post zelf zaterdag dat u op Dennis Heijnen gaat stemmen, de lijsttrekker van het CDA in Noord-Holland. Zeker. Daar is het CDA tegen het landelijk stikstofbeleid. Gaat u zelf dan ook tegen het landelijk stikstofbeleid stemmen? Nee, maar toch even heel precies zijn hier. Wat de CDA's provinciaal gezegd hebben, is precies hetzelfde wat ik u net vertelde en wat ook de Tweede Kamerfractie van het CDA uitdraagt. Dat is, zorg nou voor en natuurherstel en voor een goede toekomst van de landbouw. Ja, maar uw lijsttrekker in Noord-Holland die heeft ja gezegd tegen de stelling om boeren te beschermen, moet de provincie zich verzetten tegen het landelijk stikstofbeleid. Daar gaat u op stemmen. Rijkt. U verzet zich niet tegen het landelijk stikstofbeleid. Nee, maar dat doet... En u gaat stemmen op iemand die dat wel. Nee, maar ik vind het een beetje flauw. Ik begrijp dat je dat probeert duidelijk te krijgen. Maar volgens mij, ik ben ook een van die provinciale lijsttrekkers. U heeft neutraal ingevuld bij deze stelling. Neutraal over het landelijk stikstofbeleid. Ja, omdat het is volgens mij niet terug te brengen tot een simpele 2030 datum. Dus zegt u, maar u bent niet voor, u bent nu tegen, u bent neutraal. U zegt, wij zien het wel. Ja, zo moet het journalist acteren. Gewoon zonder aanzien des persoons erin knallen. Ja. En dan zie je de reactie van de politica. Nou, dat is een beetje flauw. Hè? Als er confronterende vragen worden gesteld, men beweegt niet mee in het script, dan weten ze niet hoe ze moeten reageren. Opvallend. Is het trouwens opvallend dat er regionaal anders wordt gedacht dan landelijk? Of komt dat wel vaker voor? Ja, ik denk het toch wel. Ik denk ook op provincieniveau zal het CDA bijvoorbeeld in Friesland ook veel kritischer zijn. Want alle boeren die stemden daar traditioneel op. En ja, als ze dan nu niet nog een klein beetje doen, alsof zelfs maar, dan zijn ze die uiteindelijk ook kwijt. Zelfs boeren die al hun hele leven op CDA stemmen, zullen dan naar de BBB overlopen. Hè? Dat is de leegzuiger eigenlijk nu van het CDA. Ja. Dus die staan dichter bij hun achterban, dus die zullen wel iets meer moeten. Ja. Ja, Erik, heel belangrijk, die documentaire en de informatie die daarin wordt gegeven. Want we merken dat er heel veel vragen zijn. Ja. Hoe kunnen mensen deze documentaire bekijken vanavond? Die kunnen dat bekijken op independent.nl. Ja. We zien daar onze... Oh nee, ik dacht dat dat onze openingspagina was, excuus. Die kunnen dat zien op independent.nl. We vragen daar €3 voor. Belangrijk ook om te zeggen is dat we ook een deel van dat bedrag van de opbrengst willen gebruiken om die boeren te ondersteunen. Het zij als zij met een onteigening te maken hebben met een juridische procedure. Anderzijds dat we dossiers zullen blijven volgen van boeren die in juridische procedures belanden. Dus wij hebben echt een commitment naar deze beroepsgroep. En we zullen dit op de voet gaan volgen. Heel mooi, dus dat is ook meteen voor een goed doel. Absoluut, 100%. Okay, super. Ja. Nou, €3 dus om de documentaire te bekijken. Maar ja, je was vrijgevig vandaag, dus je wilde ook onze kijkers blij maken met gratis toegang tot de documentaire. Maar daar hebben we natuurlijk een prijsvraag voor verzonnen. Dus als je goed hebt opgelet, dan weet je het antwoord op deze vraag. Wat moet volgens Jaap Hanekamp weg? Hij heeft het duidelijk gezegd, het moet weg. Wat moet er weg volgens Jaap Hanekamp? Je kan je antwoord insturen via blackbox.tv/docu-stikstof. De link die zullen we ook in de beschrijving van de video toevoegen. Erik, heel erg bedankt. Ik wens je heel veel succes met de verspreiding van deze documentaire. En heel erg bedankt dat je hier vandaag voor het eerst... Ja, dank voor jullie invitatie. Ja, super. Dank je. En ook jij heel erg bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Aanstaande maandag zijn we er weer met een nieuwe uitzending van Blackbox Today om 7 uur. En in die tussentijd kan je natuurlijk altijd terecht op onze website blackbox.tv voor actuele nieuwsartikelen. Vind jij het belangrijk dat we deze uitzendingen blijven maken? En lijkt het je ook leuk om andere donateurs te leren kennen? Word dan een Blackbox Buddy en ondersteun ons kanaal. Kijk even op blackbox.tv/buddy om je hiervoor aan te melden. Deel verder deze uitzending of podcast met zoveel mogelijk mensen. Mijn gasten, nogmaals heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Jij bedankt voor het kijken. Ik wens je een heel fijn weekend en tot maandag. Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers.
Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030. Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat. Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is. En daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.